Het is een van de jaarlijkse hoogtepunten bij de sluis in Leidschendam, de Ringvaartregatta. En dat trekt altijd veel belangstellenden. Een zware tocht voor de roeiers. En wij waren benieuwd hoe ze tot nu toe is afgegaan. Jullie zijn van de organisatie. Wat doen jullie precies? Ik ben hier als assistentie, want ik kwam eerst van de tweede stop. Dus ik ben hier bij de allerlaatste stop om Tim te assisteren. En waar was die andere stop? Bij Zwanenburg, op 42 kilometer. En hoe loopt het tot nu toe allemaal? Het loopt nu nog redelijk op rolletjes. Er zijn nog niet hele grote problemen allemaal geweest. Maar de grootste spits moet nog komen. Dus de tijd zal voor zich spreken. Hoe is het om bij de organisatie van zo'n groot sportevenement actief te zijn? Ja, het is heel bijzonder om te zien hoeveel mensen erbij betrokken zijn. En hoe je toch met zoveel mensen zo'n evenement kan neerzetten. En ontzettend leuk dat het vandaag zo mooi weer is en dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Heb je zelf ook al een keer meegedaan? Of ga je een keer meedoen? Ja, ik ben wel van plan om mee te doen. Het is een beetje een gewoonte om in het lustrumjaar van je eerstejaarsploeg misschien de ringvaart te roeien. Dus ik denk over 3 jaar of zo, want ik ben nu al tweedejaars, dat ik dan de ringvaart misschien ga roeien. En dit is ook een prachtige locatie, hè, voor een stopplaats. Zeker, ja. Het is heel erg mooi dat we hier gebruik van mogen maken. En het is ook best wel gewoon heel gezellig met al die terrasjes en zo erbij. En ja, het is wel heel erg leuk. Ja. Jullie staan hier met een kraam. En wat doen jullie dan verder hier precies? Nou, we verzorgen hier eten, we hebben een EHBO-tent, we hebben masseurs en we verplaatsen de mensen en hun boten van de ene kant van de sluis naar de andere kant. Daarom is het een vaste stop die mensen moeten nemen. Jullie hebben net de boot hier gestald. Hoe is het gegaan tot nu toe met het roeien? Wij hebben niet geroeid. Wij zijn alleen de boot aan het tillen. Van, mensen komen aan en dan meren ze aan en dan is hier een pauze. Een stop en dan tillen wij de boten hier naartoe. Leggen wij ze in de stellingen. En dan leggen de mensen zelf de boot straks weer in het water en roeien ze verder naar de finish. En is het zwaar tillen? Ja, deze boot. Nou, sommige boten zijn heel zwaar. Dan anders, ja. De boten liggen best wel vol met water. Dus ze wegen best wel veel. En dan, deze was wel. Ik weet niet wat ze hierin hebben gestopt. Het was wel een houten bootje. Het was een houten boot dit. Dus, En hoeveel mensen zijn er maximaal in één roeiboot? Nou, normaal heb je 8 roeiers en dan 1 stuurtje erin. Dus maximaal 9. Jullie beginnen zometeen aan de pasta. Ik denk dat jullie daar wel even aan toe zijn. Zij meer dan ik hoor. Ik heb vandaag gestuurd, dus zij verdienen het meer. Maar zij moeten vooral nog even bijkomen eerst. Ja, want hoe zwaar is de tocht tot nu toe? Ja, nou, ik heb vooral last van mijn achterwerk, merk ik wel. Op zo'n houten bankje zitten voor 80 tot 100 kilometer is toch niet echt dat je denkt van het is één groot feestje. Maar verder gaat op zich gewoon een paar blaren, maar dat is het dan wel. En hoe is de sfeer onderweg? Ja, leuk. Overal mensen langs de zijkant die je aanmoedigen. Andere boten die je inhaalt of die jou inhalen, altijd goede sfeer. Iedereen is gezellig, dus dat valt me wel mee. En is dat nu ook een vast team waar je normaal ook mee roeit of is het een andere samenstelling? Dit is een samenstelling waarin we denk ik een stuk of 7-8 keer getraind hebben met mensen van alle roeiniveaus. Dus dat maakt juist ook wel leuk, omdat die mensen alle samen in de boot te komen. Dus je had wel anders nog niet vaak mee geroeid eigenlijk. Jullie maken je op voor de laatste etappe. Ben je goed voorbereid? We zijn heel goed voorbereid. We hebben net gepauzeerd, goed gegeten, goed gedronken. Dus we kunnen er weer helemaal tegenaan. Even naar het toilet geweest. Ja. Even naar het toilet geweest en nu hebben we wat snelle suikers, wat snoepjes mee voor in de boot. Voor die laatste 12 kilometer, zodat de 7 mannen en de... we hebben 1 dame die nog even keihard kunnen afmaken, die laatste 12 kilometer. En dat we mooi kunnen finishen in Delft. Ja? Ja, hoe is het dan om als enige dame in zo'n mannenteam mee te doen? Nou, super gezellig natuurlijk. Nee, ik vind het helemaal leuk op slag. Ik vermaak me wel. Waren er moeilijke momenten tot nu toe onderweg? Vooral dat we heel graag een plaspauze wilden. Dat was wel het moeilijkste, denk ik. En de kaag. De kaag was ook heel wild. Maar viel eigenlijk, we zijn allemaal wel positief verrast van hoe goed het gaat. Dus. Maar de weersomstandigheden zijn volgens mij echt prima. Ook niet te warm. Het gaat net aan, hè? Nee, het is precies goed. Misschien een beetje warm, maar lekker windje mee nu. Dus het is eigenlijk top. We kunnen niet klagen. Het is de eerste keer dat je meedoet met dit evenement? Ja, eerste keer dat ik meedoet. Voor herhaling vatbaar? Of toch te zwaar? Daar ga ik nog even over nadenken, dat weet ik nog niet. Nee. Ja. Jullie roeien voor een goed doel, de Maag-Lever-Darm-Stichting. En hoe kom je aan dat doel?
Sus kustteam net langs is met mijn ploeggenootje en haar nichtje heeft een maaglever-darmziekte en staat op de donorlijst. En nou ja, bij de donorlijst kunnen wij natuurlijk niet helpen, maar we wilden wel graag helpen met onderzoek doen naar medicatie voor hopelijk een wat beter leven voor mensen met maaglever- en darmklachten. En jullie worden dan gesponsord als team? Ja, er was op de website van de Maag-Darm- en Leverstichting kan je ons vinden en dan kon je geld doneren en we hebben doorgestuurd naar familie, vrienden, studiegenoten, iedereen zo ongeveer. En hoe hoog bedrag hopen jullie vanavond bij elkaar geroeid te hebben? We hoorden net dat we ons doel van €2000 hebben gehaald. Dus dat is hoog, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, en gaat het verder goed? Is het een beetje meegevallen? We moeten even aan de kant, want er komt een boot aan. Ja. Ja. Ik heb nu net weer wat eten, dus nu gaat het wel weer goed. Maar zo 5 kilometer geleden ging het niet zo goed. Nee, maar je bent nu weer een beetje fit. Ja, nu gaat het wel weer. Hallo, jij zorgt voor de inwendige mensen hier vandaag. En dat is hard nodig, denk ik. Ja, zeker. Ze zijn dorstig en hongerig. Wat vind je van het evenement hier, om het zo mee te maken hier? Ja, ik vind het echt top georganiseerd. Ik vind het echt heel gaaf om te zien dat iedereen zo enthousiast is en sportief. En ontzettend knap dat ze 100 kilometer kunnen roeien.